Je hebt eerder uitgelegd wanneer een tank handig is, hè? Wanneer zou in dit specifieke geval nou, de tank handig zijn? Nou, een tank is een geweldig ding, mits een tank ingebed is in een groter systeem. Hè, als je dus wat de Russen deden, gewoon met 3 tanks een dorp binnenrijdt, ja, dan is het heel gauw gebeurd. Want dan kan eigenlijk iedereen met zo'n ding van op zijn schouder, van achter een schuurdeurtje, kan op die dingen schieten. Met Verlossum, kunt u mij horen? Rusland heeft ook weer een klein winstje geboekt, kun je zeggen. Dat zeggen ze, maar dat wordt ontkend door Kiev. Dus dat moeten we eerst eens even afwachten. Aangezien Rusland wel zo'n beetje op het punt van nieuwsvoorziening het meest onbetrouwbare land is wat je kunt voorstellen. Zou ik zeggen, laten we even afwachten hoe het daadwerkelijk gelopen is. Of bedoelde je niet dat ze daar bij die mijn, wat was het ook weer, een zoutmijn of zo? Ja, nee, dat stukje inderdaad. Het was niet heel groots, maar het was wel weer in lange tijd was het weer iets van positief nieuws voor de Russen in ieder geval. Ik begreep dat strategische betekenis twijfelachtig was. Maar goed, Kiev ontkent het, dus laten we het even afwachten. Dit is natuurlijk een informatieoorlog. Maar wat de laatste ontwikkelingen die jij uit die oorlog leest? Nou ja, wacht nu, ik ben nu even, waarschijnlijk door de jacht ben ik even een verkeerde keel had geschoten. Ja. De discussie gaat nu over die tanks. Moeten we ze tip-top tanks leveren? Want ze hadden dan wel wat van die panzerwagens gekregen. Bradley en dat soort van toestanden. En die AMX. Maar ze willen tanks hebben. Eigenlijk willen ze Leopard 2's hebben. Dat is wat ik. De Engelsen hadden ook geloof ik wel hun. Maar ze waren met name geïnteresseerd in die Leopard 2. En ja, nu moet dus Duitsland, dat hangt dan eens van Scholz af. Duitsland moet, ik dacht ook, denk dat het aftreden van die Duitse minister van Defensie daar wellicht ook aan gerelateerd was. Dat die daar toch uiteindelijk niet gelukkig mee is. Maar Duitsland bouwt ze. Ja, de Duitsers hebben brede ervaring met de tankbouw, zeg ik enigszins ironisch. Ja. Dus ik was mijn indruk dat het er nu wel van gaat komen. En nou ja, men zegt dus dat Rusland werkt aan zodra de mogelijkheid daar is en de boel eens een beetje herschikt is, dat Rusland werkt aan een omvangrijk offensief. Wat misschien ook een extra reden is om dan maar die tanks te leveren aan de. Maar ik moet zeggen dat het lijkt mij niet waarschijnlijk dat een leger wat zo onbeschrijfelijk slecht georganiseerd was, als het Russische kennelijk was, dat nu ineens in 3 maanden plotseling een buitengewoon effectieve vechteenheid zou kunnen worden. Maar misschien, ja, ze zijn altijd bereid geweest, ook in het verleden, om eindeloze hoeveelheden mensen op te offeren in soms zinloze slachtingen. We moeten dat afwachten. Ik acht de Oekraïne wel in staat om in ieder geval een eventueel offensief op te vangen. Je hebt eerder uitgelegd wanneer een tank handig is, hè? Wanneer zou in dit specifieke geval nou, de tank handig zijn? Een tank is een geweldig ding, mits een tank ingebed is in een groter systeem. Hè, als je dus wat de Russen deden, gewoon met 3 tanks een dorp binnenrijdt, ja, dan is het heel gauw gebeurd. Want dan kan eigenlijk iedereen met zo'n ding van op zijn schouder, van achter een schuurdeurtje, kan op die dingen schieten. Dus je hebt ook panzerinfanterie nodig en je hebt luchtsteun nodig. Als de tank kan niet los opereren. Los is een tank enorm kwetsbaar. En bovendien is een tank enorm kwetsbaar in een stedelijke omgeving. Dat voel je al aan je water natuurlijk, dat zo zal zijn. Ja. Een tank is iets voor grote open vlaktes. Vandaar dat je in het Midden-Oosten zo fijn, dan heerlijk. Dat, niks als woestijn, dan maar lekker ragen met die dingen door de woestijn. Maar ook daar, denk ik, heb je uiteindelijk een heel effectief ondersteunend apparaat nodig. Maar heeft Oekraïne dat? Want luchtsteun hebben ze niet. Nou, misschien dat ze met die drones iets kunnen, dat weet ik niet precies. Dan kun je tegelijkertijd zeggen, de Russen hebben dat ook niet. Dus dan kan je tegen elkaar wegstrepen. Maar ik weet niet precies. Maar ja, ik kan alleen maar zeggen. Wat ik gelezen heb over de Tweede Wereldoorlog, dan is mijn indruk dat die Duitsers dat beter op orde hadden, hoe je met tanks moet vechten. De Duitse tanks helemaal geen bijzonder soort van tanks waren. Het waren een groot gedeelte waren betrekkelijk lichte tanks. Ze hadden gebruikt veel Tsjechische tanks die ze door de bezetting van Tsjechoslowakije te pakken hadden gekregen. Alleen het hele systeem en het tempo,
He, want dat is natuurlijk ook een zaak van enorm gewicht. Dat je moet wel tempo maken. He, je moet steeds eigenlijk de tegenstander verrassen. Begrijp ik goed dat jouw verhaal dat alleen Duitsland deze tanks die nu naar Oekraïne gaan kan bouwen? Die Leopard 2 wel. Ja, je kan ze overal bouwen, maar dan zullen de Duitsers wel een medewerking moeten geven. Bij mijn weten worden ze alleen in Duitsland gebouwd. Waar worden ze gebouwd dan? In Duitsland? Op welke plaats? Ik weet niet. Wat was het? Mannesman? Magriers Deutsch? Ik heb geen idee. Een van de... Ik neem ook aan dat de productiecapaciteit beperkt is. Dat ze niet ineens plotseling duizenden tanks kunnen leveren. Dat denk ik niet. En dat wordt allemaal op één plek gebouwd, neem ik aan. Ik denk het wel, ja. Maar hoe het technische productieapparaat in elkaar zit, weet ik niet. Maar ook, je ziet trouwens sowieso dat door die oorlog in de Oekraïne, dus zelfs de Amerikanen op allerlei punten aanlopen tegen tekorten. Omdat die boel dus uitgeput raakt en de productiefaciliteiten beperkt zijn. Om de eenvoudige reden dat niemand had verwacht dat er een dergelijke grootschalige oorlog zou worden gevoerd op korte termijn, op afzienbare termijn. Ja, ja, daar wordt ook nog discussie over gevoerd. Van heeft Amerika zo meteen niet te weinig wapens? Ja, en je hebt natuurlijk ook nog een kans dat de Republikeinen die boel gaan zitten saboteren, omdat ze vinden dat het zonde van het geld is. Omdat je ook daar ter rechterzijde wel een Poetin-bewonderaars hebt. Dus ja, dat weet je niet. Kijk, we moeten steeds rekening houden met het feit dat de Amerikanen natuurlijk verreweg de grootste hulpverleners zijn geweest in de Oekraïne. Wat ons nog eens met de neus erop gedrukt, hoe moet je dat zeggen? Het is in de geschiedenis nog altijd zo geweest dat zij de grote helpen waren. Niet altijd, dat is sinds 1945 zo, maar niet altijd. Maar hoe zat het daarvoor dan? Toen waren de grote Europese mogendheden, die deelden de lakens uit. De grote koloniale rijken en Nederland natuurlijk. Hmm. Hadden we dat gedeeltelijk teruggekregen van Engeland na de Napoleontische tijd, maar ook Nederland, zo was het. Dat Amerika natuurlijk prominent aanwezig op het wereldtoneel, ja, in de Eerste Wereldoorlog in de slotfase. En daarna hadden ze ongelooflijke spijt en zeiden we willen niks met de klote Europa te maken hebben. Dat is isolationisme. Ze hadden financieel-economisch wel iets met Europa te maken, maar ze wilden niet betrokken raken in Europese conflicten. En tenslotte zijn ze natuurlijk toch betrokken geraakt in Europese conflicten. En Hitler heeft het zo ook niet moeilijk gemaakt. Omdat Hitler natuurlijk, die was dolblij met de Japanse aanval op Pearl Harbor. Die dacht van, dan ga ik toch winnen. He, want de Japanners die zorgen nu ervoor dat de Amerikanen voorlopig niet naar Europa komen. Dus ik doe, dat is leuk voor de Japanners, ik verklaar vast ook aan Amerika de oorlog. Nou ja, dat gaf Roosevelt alle gelegenheid om in feite al vrij snel te besluiten dat ze meer aandacht zouden besteden voorlopig aan het conflict in Europa dan het conflict in de Pacific. Hmm. Hey, en wat is een minimale basis die je eigenlijk moet aanhouden als Verenigde Staten qua wapens en ander oorlogsmateriaal om je te kunnen verdedigen? Is daar iets over bekend? Ja, dan zijn we naar de Eerste en Tweede Wereldoorlog moeten kijken. En dan zie je dat al heel de bestaande voorraden zijn vaak heel snel uitgeput. Nou, denk nu. Ook na een paar maanden krijg je al overal tekorten. Omdat er gewoon geen rekening mee gehouden is. Het is er wel, maar... En dan is het natuurlijk de vraag, wat is je productiecapaciteit? Is die snel uitbreidbaar, ja of nee? Nou, dat zal, ik denk, als het om complexe toestellen gaan, een Leopard tank, een auto, weet ik veel... complexe technologie, dan kun je niet met de vingers knippen en je productiecapaciteit binnen 2 weken verdubbelen. Dat zal niet kunnen. Nee, dat snap ik. Maar bijvoorbeeld de grootte van het land speelt ook een rol. Maar hoeveel tanks moeten de Verenigde Staten hebben? En hoeveel gevechtsvliegtuigen moeten ze hebben? Nou, dat is natuurlijk, daar wordt altijd ruzie over gemaakt. Je hebt natuurlijk mensen die zeggen, ja, gevechtsvliegtuigen met een piloot erin. Is dat nog wel, zijn we dan nog wel bij de tijd? Ja, ik heb gisteren net tegenaan Maverick 2 gekeken. Dus nou ja, daar wordt... Duidelijk gemaakt niet hoe ongekend belangrijk toestellen met piloten zijn. Terwijl je de hele operatie ook, als je het zo bekijkt, dacht ik bij mezelf ook met drones zou kunnen uitvoeren. Maar goed, het gaat hier natuurlijk om jeugdig heldendom. Al moet ik zeggen dat die Tom Cruise er op zijn 60ste wel frappant goed uitziet. Dat dan weer wel. Dat weet niemand. Dat is afhankelijk van politieke besluitvorming. Ja, we hebben nu geloof ik zoveel van die F-35's dat we er maar 3 permanent operationeel kunnen houden. Zoiets zal het zijn. Dan wordt misschien die meneer weer boos die
daarover gereageerd heeft. Die ook in het leger maar heeft gezeten. Maar ik geloof dat ik wel blij ben dat we niet die 135's die we oorspronkelijk op het oog hadden, dat we die niet gekregen hebben. Dus ja, dat is een feit, is dat in allerlei opzichten een politiek besluit. En dan, als er dan een oorlog komt, dat zie je in de Eerste Wereldoorlog, dat zie je in de Tweede Wereldoorlog, ja, dan moet... De korten komen al vrij snel. En dan moet je dus zorgen dat je productiecapaciteit, dat die vergroot wordt. Nou ja, in de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk, waren de Verenigde Staten in staat om, je kunt het toch niet anders noemen dan binnen 2 jaar een regelrecht productiewonder te veroorzaken. Hè, waarbij ze grote bommenwerpers aan de lopende band bouwden. Heeft ze ook al enige moeite gekost om dat op orde te krijgen. Maar dat is natuurlijk toch een Die B-24 Liberator, dat ze in feite elke uur zo'n ding afleverden, dat is toch wel vrij indrukwekkend, ja. In hoeverre maakt dit nou de Verenigde Staten kwetsbaar, dat ze dus heel veel materiaal naar Oekraïne hebben gebracht? Niet, door wie? Ik bedoel, wie zou Amerika aan moeten vallen? Ik neem aan dat ze, we kunnen het over Taiwan gaan hebben, maar ik heb niet de indruk dat op korte termijn dramatische gevolgen zal hebben. Die Chinezen, die zullen ze toch ook wel afvragen. Maar wat voor risico's lopen we daar eigenlijk bij? Nou, vijandige staten. Ik hoop toch dat een soort van leerproces. Als we nou even kijken naar interventieoorlogen van de afgelopen tientallen jaren. Dan zijn toch de interveneerders wel buitengewoon pijnlijk op de koffie gekomen. Ja, je kunt het nog beargumenteren. Behalve natuurlijk de Golfoorlog 1. Ja. Waar Amerika zich natuurlijk ook totaal anders heeft en veel verstandiger heeft opgesteld dan in Golfoorlog 2. Ja. Je denkt niet dat vijandige staten nu de kans schoon zien om de Verenigde Staten te nemen? Nee, dat lijkt mij niet. Nee, nee. Dat zou ik in een valk van verbazing uit mijn bed. Ja, maar je weet het niet. Ik bedoel, tot op heden ben ik als voorspeller, heb ik geen gouden prijzen gewonnen. Dat is wel duidelijk. Dat de Oekraïne eventueel op langere termijn in een ongunst. Ik heb het stuk niet gelezen, maar ik neem aan dat hij bedoelt. Dringt hij ook aan op onderhandelingen? Verwacht hij ook veel van het Russische offensief? Hij vindt eigenlijk zwart-wit, Oekraïne is verloren, ze hebben veel meer hulp nodig. Nou, dat is tot op heden niet mijn indruk. Misschien dat hij beter andere informatie heeft, dat weet ik niet, maar... Is Oekraïne verloren? Hoe verloren heeft tot nu toe vooral het Russische leger toch? Zowel in mankracht als in materieel is daar natuurlijk een slag geleverd die verwoestend is. Dus dat zie ik nou niet 1, 2, 3. Ben ik voor ruimhartige hulp aan de Oekraïne zonder meer? Dus daar ben ik bij. Ja, wie is daar tegen? Toch geen kip? Of is die bang dat Amerika met die Republikeinen de hulp zal verminderen? Ik vind, als er nou iets indrukwekkend is, dan is het dan wel de omvangrijke hulpverlening aan de Oekraïne. Wat moeten we nog meer doen dan wat we gedaan hebben? Je kunt moeilijk van Amerika verwachten. Die hebben er al 56 miljard in gepompt, als ik het wel heb. Hij schrijft volgens mij ook dat de NAVO-landen steeds meer betrokken raken bij die oorlog. En dat dus een derde wereldoorlog niet uit te sluiten valt. Ah, dat zie ik dan voorlopig niet gebeuren. Wie zou een derde wereldoorlog dan? Dat betekent dus dat de NATO tegen Rusland zou vechten. Nou, dat is, kijk, Poetin is tot nu toe een ongelooflijke stommeling gebleken. Teleurstellende stommeling, mag ik wel zeggen. Maar dat is helemaal... Rusland is een tweederangs militaire mogendheid. Dat ze aan hun eigen grenzen een oorlog kunnen voeren, die overigens ook bepaald niet erg succesvol verlopen is, is wat anders. Maar een wereldoorlog kan Rusland helemaal niet voeren. Bovendien zal het in dat geval ook door zijn bondgenoten niet gesteund worden. Als we nou iets van Xi weten, is dat hij meerdere malen bij ontmoetingen met Poetin heeft gezegd dat hij tegen een nucleair conflict is. Ook zijn Indische bondgenoot Modi heeft dat ook uitgebreid uit de doeken gedaan. Ik zie dat niet zo 1, 2, 3 gebeuren. In hoeverre ben je nog benieuwd naar wat hij daar met Wit-Rusland heeft uitgesproken bij Lukashenko? Nou, je mag ervan uitgaan dat Lukashenko permanent zwaar onder druk wordt gezet om mee te doen. Omdat natuurlijk als je even naar het kaartje kijkt, dan zie je wel dat zeker ten aanzien van Kiev, dat wel een strategisch en interessante zaak is. Al zal Lukashenko, ook niet gek, en bovendien een ongelofelijke eikel, die zal liever niet bij de zaak betrokken
Die zal zeggen, ja, nee, gebruik mijn basis maar en weet ik veel wat. Maar hij ziet natuurlijk wel hangen dat als dit verloren gaat voor Rusland, dat ook op hem verstrekken, voor hem ook verstrekkende gevolgen zal hebben. Ik geef op de lange termijn niets voor Lukashenko. Het kan zijn dat hij er nog jaren zit, maar Wit-Rusland zal niet geïncorporeerd worden in Rusland, dat denk ik niet. Maar het imago van dat land is sowieso al slecht. Hè? Dus of ze nou meedoen aan de oorlog, ja of nee, dat maakt misschien niet meer zo heel veel verschil. Nee, maar ook het imago van Rusland is natuurlijk zo waar. Wie wil er in godsnaam bij Rusland horen? Toch geen kip, niemand toch? Je ziet toch ook nu in Kazachstan en in die Centraal-Afrikaanse republieken zie je toch ook van, nou ja, Rusland dan maar liever niet. We hebben er meer last dan gemak van. Nee, dat is de boel. Ik lijkt mij dat op de lange termijn strategisch Rusland wel de grote verliezer moet zijn van deze onderneming. Je leest ondertussen ook best wel veel verhalen van mensen die dan in Azië op vakantie zijn of voor werk daar zijn. En daar heel veel jonge rijke Russen tegenkomen die allemaal het land uitgevlucht zijn. Ja, dat mag je aannemen. Honderdduizenden zijn er gevlucht. Ja. Het is zowel hoog opgeleid als rijk. Want voor de vlucht heb je natuurlijk geld nodig. En met name heb je westers geld nodig, neem ik aan. Dus dat betekent al dat de economische elite ook in feite vertrekt. Er zijn onbevestigde berichten dat Rusland de grenzen op termijn wil gaan sluiten. Ze sluiten maar, zou ik zeggen. Ik was niet van plan om Rusland te bezoeken. Ik heb ooit van mensen gehoord die, ik weet niet, met een bus naar Petersburg waren gereden en aan de behandeling aan de grens hadden gehad, waar hem Verros hem niet aan mee had gedaan. Dat kan ik je zo vertellen. Dat was nog erger dan een avond bij Opeen. Nou, dat wil ik het arme Opeen. Nou, niet in de schoenen schuiven, eerlijk gezegd. Ja, dat ze mij nou... Nogmaals, natuurlijk ook, het is meer verwarring en incompetentie volgens mij dan dat het kwale wil is. Dat geloof ik helemaal niet. Maar wat gebeurde daar aan die grens? Het is dan verwarring in de contacten tussen de redactie en het presentatieduo. En het is wel een beetje, dat presentatieduo is in zijn geheel wel een beetje sloom. Dus die lullen veel te lang door, terwijl er niks nuttigs meer uit die persoon komt waarmee ze zitten te praten. Wie vind je het beste duo dan? Ik heb de haak me helemaal niet over uitspreken. Ik vind het hele duo-presentatie vind ik heel, heel matig. Ik weet niet of je kunt zeggen dat ze elkaar... Dat was natuurlijk het aardige bij Pauw en Witteman, dat die elkaar vrij efficiënt aanvulden. Pauw is de man van de onverwachte vragen, hè, waar je niet aan gedacht had. Dus ja, je zit daar te praten over de Oekraïne en vraagt Pauw... bent u ook zo dol op mussen, zou ik nou maar zeggen. Hè? Waardoor altijd een soort levendigheid en beweging kon ontstaan. En Witteman wist veel van politiek, was daar werkelijk in geëngageerd. Ook werkelijk mee geëngageerd. En dat was heel effectief. Charles Groenhuizen krijgt veel complimenten samen met Carrie. Ja, maar ik heb met dat duo heb ik nou eigenlijk in de afgelopen tijd helemaal niet. Daar heb ik helemaal niet bij gezeten. Van Omroep Max, daar heb je nooit mee te maken. Je hebt Jort en Welmoed heb je gehad. Ja. En nu Fidan en Sven. Ja, bij Jort was het dus hetzelfde probleem als we nu de afgelopen, begin deze week want zij zijn van... BNL. Oh ja, Wakker Nederland. Volgens mij zijn ze beide van BNL. Ja, ze waren niet erg wakker. Nee. Jort heeft ook wel eens een kritiek geuit op het programma. Hè? Dat hij zegt, ja, ik zit in een soort van keurslijf. Ik kan daar niet echt mijn eigen ding doen. Want als je Jort... Ja, dat heeft hij tegen mij ook wel eens verteld. Dat een probleem was. Nou ja, want die redacties zijn... De redactie is kennelijk voor al die programma's, als ik het goed begrijp. Ja, misschien moet je dat eens opschudden dan. Weet ik niet precies. Wat zijn dat voor mensen op die redactie? Zijn dat jonge mensen of is dat gemengd of alleen maar oudere mensen? Ik moet treurig genoeg constateren dat voor mij vrijwel alle mensen piepjong zijn. Hier hebben ze ook hele, hele aardige redactrices die, als ze mij zouden vertellen dat ze vorige week eindexamen middelbare school hebben gedaan, zou ik het direct geloven. En die hebben dan een uur een voorgesprek met jou? Of stop je ben je daarmee aan de telefoon, ja, heb je een voorgesprek. Oh, ik dacht dat je daarmee gestopt was. Nee, het voorgesprek is zo'n geliefde activiteit. Het voorgesprekken zijn in het algemeen veel leuker dan wat je aan tafel hebt. Maar ik dacht dat jij dat niet meer deed, omdat je dacht... Ja, nou, ik zeg wel altijd beperk het, alsjeblieft. Want als je het allemaal een keer gezegd hebt,
begint het ook in jouw eigen hoofd sleets te worden. Toch? Maar zij moeten met jouw verhaal natuurlijk de vragen maken voor de presentatoren. Dat is het, ja. Maar de presentatoren zich dan niet altijd aan houden, volgens mij. Ja, dan maakt jou toch niks uit. Je kunt toch alles vragen? In principe kunnen ze alles vragen, maar het kan. En ja, dan kom ik terug op mijn slachtofferschap van, wanneer was het eigenlijk, woensdag of zo? Geen idee, deze week. Ik ben het ook alweer vergeten. Ja, als de presentatoren wat scherper waren geweest en wat efficiënter waren omgegaan met hun gasten, was er niets aan de hand geweest. Maar ja, zij lieten het eigenlijk een beetje verwateren. Jij bent wel de enige die er iets van durft te zeggen, hè? In het programma heb ik het idee. Ja, ik ben niet te beroerd om te zeggen dat ik het niks vind. Of dat ik vind dat het beter had gekund dan. En ja, het heeft weinig zin om dat achteraf te zeggen. Het is veel nuttiger om dat te zeggen terwijl de camera's nog lopen. In de hoop dat het ook een leermomentje geweest is. Maar mensen vinden het ook wel leuk. Kijkers vinden het wel goed. Ja, er zijn ook mensen die zijn het er ontzettend mee oneens. Maar er zijn ook mensen die het wel leuk vinden dat je daar een beetje dat tegenaan schopt. Ja, nou, dit heeft het. We hebben dat probleem natuurlijk al heel vaak besproken. Die talkshows die hebben toch iets luis en iets gemakzuchtigs gekregen. Die zijn niet op hun top. Dat zou een stuk beter kunnen, naar mijn idee. En nou ja, dan komen we terug naar op al die punten. Minder gasten, betere thema's, geen gelul over zangeresjes, geen proto-fascistische jongeren. Het kan beter. Raymond Mens had nog een idee. Die zei, misschien moet je terug naar het Barend en van Dorp idee. Namelijk een paar vaste gezichten die er altijd zitten. Lees Henk van Dorp, Frits Barend, Jan Mulder. En dan iedere keer één wisselende gast. Nou, één gast. Mogen er voor mij ook wel twee zijn. Ik bedoel, het is... Eén of twee. Vergeet niet over, het is niet een uur. Het is maar 50 minuten of zo. Begin experimenteren eens. Ik vind sowieso het feit dat je dus alle dagen van de week een ander presentatieduo hebt, lijkt mij niet verstandig over de hele linie. Het liefst zou ik eigenlijk één presentator hebben die ook echt enorm scherp is. Nog even over die bus die naar Rusland ging. Wat gebeurde er dan aan de grens? Ja, die moesten allemaal hun paspoorten inleveren en die hebben daar uren gestaan en... Enige kregen pas heel laat een paspoort en weer terug. Nou ja, dan ben ik al volledig op tilt. Daar in dat stomme Calgary, zeg, met die randebiele bezetting van zo'n vliegveld. Die over een afstand van 200 meter driemaal mijn paspoort vroegen. Daar heb ik ook iets van gezegd, maar ja, je weet. Ja, duizend, je ziet ze denken van hoe kunnen we deze manier... Gewoon eens een vliegtuig laten missen. Hè? Je bent niet vastgezet, want dat willen ze ook nee, nog ik ben niet vastgezet. Nee, zo erg was het nou ook niet. Maar ook dat is een plek waar ze tegenspraak, daar zijn ze niet in geïnteresseerd. Laten we even kijken naar wat vragen die zijn ingestuurd door mensen die dus niet anoniem hebben gereageerd. Goed zo. Even kijken hoor. Want de meeste reacties die we krijgen zijn toch niet anoniem? Nee, inderdaad. Ik zeg het overgrote deel, althans wat jij mij toestuurt, dat zijn allemaal mensen dat die... Klopt. Die echt bestaan, om het maar even zo te zeggen. Er is natuurlijk een klein clubje die anoniem reageert en die trekken dan de aandacht. Even kijken. Hi Maarten, ik zit in Texas in de Verenigde Staten en ik luister met veel plezier naar de podcast. Ik heb me altijd verbaasd over de vrij grote stroming en aanwezigheid van Nederlandse migranten en bedrijven hier in Amerika. Zoals ook hier in Texas het geval is, waar ongeveer een uur van ons vandaan het plaatsje Nederland ligt naast Port Arthur. Daar is onder andere het vrij bekende Oranje Hotel en een complete windmolen te vinden. Aan het begin van de 20e eeuw was er zelfs een Nederlandstalige krant. Wat weet u nog meer over de Nederlandse migranten in Amerika? En met name ook wat zij dagelijks in ieder geval hier doen. Ik ben benieuwd. Nou ja, dat is een heel verhaal. We zijn natuurlijk een bekende religieuze migratie naar Iowa... Naar Pella in Iowa. Je hebt natuurlijk waarschijnlijk ook een deel van religieuze migratie. Dat ging over zo'n honderden mensen die met een dominee vertrokken zijn naar Pella, Iowa. Waar ze grond hadden gekocht. Je hebt Holland, Michigan. Wat deze meneer zo komisch beschrijft in tekst. Dan heb je ook in Holland, Michigan. Namelijk een hele massa, nou niet een massa, maar windmolens hebben ze. Waar ze apen trots op zijn. Die ze gewoon in Nederland hebben aangeschaft, steen voor steen afgebroken, daar we hebben opgebouwd. Als je er in het voorjaar bent, dan wemelt het van de tulpen. Zij is ook enorm trots. Ze hebben ook een Holland Theme Park, waar ik op bezoek ben geweest met een cameraploeg. En waar wij
En volgens dat theme park, een Hollandse klompendansen hebben bekeken. Nou, ik ga je. Die zijn daar volgens mij allemaal daar zelf verzonnen. Het maakte en er stond ook een beeld van Vincent van Gogh. Nou ja, het was eigenlijk een, zoals zoveel dingen in Amerika, van een dol komisch werkende naïviteit die je niet voor mogelijk houdt. Maar ik heb er veel plezier gehad. Dus dat is Holland, Michigan. Het heet ook Holland. Dus ja, kijk maar op de kaart. En dan heb je natuurlijk in Upstate New York heb je een heel merkwaardig fenomeen. Dat is die eerste Nederlandse emigratie naar de Verenigde Staten. Die heeft al in de 17e eeuw plaatsgevonden. Denk aan New York, Nieuw Amsterdam en zo. Want als je natuurlijk, dan ga je rijden langs de Hudson, rijden omhoog. Heel veel van die dorpen hebben soms nog Nederlandse namen. Daar is nog in het Nederlands gepreekt tot 1840 of zo. Als je begraafplaatsen bezoekt, zal het je treffen dat er enorm veel Nederlandse namen zijn. En dan heb je in Upstate New York nog een hele regio waar ook alle verkeersborden staan. Dan Middelburg, 16 mijl. Echt allemaal Nederlandse plaatsnamen. Wat eigenlijk een heel vervreemdend effect heeft. Zijn natuurlijk allemaal uiteindelijk dorpen. Want natuurlijk het gekke van New York is dat wij de staat, wij denken altijd aan de stad. Die ligt precies in dat puntzakje, kijk even op de kaart. En natuurlijk nog een stukje op het eiland, op Long Island en Staten Island. Maar natuurlijk de staat New York, vooral natuurlijk dat enorme natuurpark wat je daar hebt, de Adirondacks, dat is deels verlaten. Ik heb familie die helemaal in Upstate New York woont, aan Lake Champlain. En dat is echt... Ja, voor onze begrippen, voor Nederlandse begrippen is dat leeg. Vroeger was daar nog wel een vrij omvangrijke tuinbouw. Maar die is helemaal verdwenen, want die is geprofessionaliseerd en grootschalig in Californië. Omdat daar het klimaat natuurlijk, net zo goed als je natuurlijk in Europa stek idioot dat wij tomaten kweken in Nederland. Want je beter in Italië doen natuurlijk, want daar werkt een... klimaat wel aanzienlijk beter mee. Dus ja, in New York State heb je dit merkwaardige verschijnsel, ja. Zijn de Amerikanen zich bewust van die geschiedenis? Dus dat er een Nederlandse link is? Ja, zeker. Hans Brinkers. Je weet wel, die jongetje met zijn vinger in de dijk. Er zat een gaatje in de dijk en heel Nederland dreigde onder te stromen. Door dat gaatje in de dijk en heeft hij zijn vinger erin gestoken. Ja, daardoor is het vermeden dat heel Nederland onder water gestroomd is. Het heet, geloof ik, Hans Brinkers en de Silver Skates. Dat was een fameus kinderboek, volgens mij ook. Later 19e eeuw, begin 20e, dat weet ik niet precies, dat zou ik na moeten kijken. Nee, dus er zijn allerlei restanten, maar misschien ook... Nederland is een prominente investeerder in de Verenigde Staten, omdat wij natuurlijk een aantal mondiaal opererende reuzenbedrijven hadden en hebben... die vanzelfsprekend ook in de Verenigde Staten investeerden. Al zal denk Philips nu van zijn snorkapparaat wel enorme spijt hebben dat ze dat ook in Amerika verkocht hebben. Want dan gaat ze echt miljarden kosten. Korte rectificatie over de verstandskiezer. Vorige week las ik iets voor van iemand die zei, je moet de klemtoon anders leggen, verstandskiezers, omdat ze ver staan, maar dat schijnt een complete bullshit te zijn. Oh. En heel veel mensen die daarop gereageerd hebben, het heeft gewoon te maken met het verstand en de leeftijd waarop het doorkomt. En zeiden, kijk maar hoe het in het Duits en in het Frans en het Engels genoemd wordt, dan weet je ook dat het dus niet met de stand in de mond te maken heeft. Ah, oké. Okay. Even kijken, hadden een aantal democraten niet beter op McCarthy kunnen stemmen, wil iemand weten. Dan hadden de extremisten niet zoveel concessies kunnen afdwingen. En er had een schim van samenwerking kunnen ontstaan. Gert de Vries stelt deze vraag. Dat weet ik eigenlijk niet, 1, 2, 3. Of dat überhaupt mogelijk is. Of dat, laten we zeggen, naar de regels van het Huis van Afgevaardigden mogelijk is. Of het toch essentieel is dat je... dat degene die de nieuwe voorzitter kiezen, dat die afkomstig moeten zijn uit de nieuwe meerderheid in het huis. Dat zou ik naar moeten kijken. Je zou zeggen van wel, maar het Amerikaanse politieke systeem zit zo idioot in elkaar dat je nooit helemaal zeker weet hoe het werkt. Iemand die je complimenten geeft, Maarten. Genuanceerd geef je mening en je onderbouwt hem ook erg leerzaam en amusant tegelijk. De vraag is, Wereldoorlog 2 is een feit als Duitsland Polen aanvalt. Voor zover ik begrepen heb... werd de soevereiniteit van Polen gegarandeerd door Engeland en Frankrijk.
Kort na de Duitse inval ging ook Rusland over tot het bezetten van Polen en daarna was er nog meer expansiedrift vanuit Rusland. Waarom werd Rusland niet de oorlog verklaard? Was al duidelijk dat de geallieerden de Russen nodig hadden op een langere termijn wellicht. Gijs vraagt dat. Helemaal, hier is wel sprake van heel erg veel omvangrijke verwarring. Ja, de Poolse territoriale integriteit was gegarandeerd door de Engelsen en de Fransen. En die hebben, de Duitsers vielen aan op 1 september, die hebben op 3 september de oorlog aan Duitsland verklaard, waarmee de Tweede Wereldoorlog begint. Weliswaar beginnen we dan met de fameuze Zietskrieg, dus aanvankelijk gebeurt er niet veel, althans van Engelse en Franse kant. Ten aanzien van de Russen geldt iets heel anders, namelijk dat Rusland en Duitsland een verdrag hadden gesloten, het zogenaamde Molotov-Ribbentrop-pact. En bij dat verdrag hadden zij Polen verdeeld. Duitsland zou het westelijke stuk bezetten, er zou nog een soort van restant Polen komen en het oostelijke stuk van Polen zou door Rusland bezet zijn, worden. Wat ook gebeurd is, dus zodra de Russen hadden gezien dat die Polen toch niks meer konden en dat ze verslagen waren, zijn bij de Russen het oostelijke deel van Polen bezet. Wat ze in feite nog steeds, dat is nog steeds Russisch, omdat heel Polen, het vooroorlogse Polen, dat lag zo'n 150 kilometer naar het oosten. Heel Polen is 150 kilometer naar het westen opgeschoven, tot de zogenaamde Oder-Neisse grens. Waarbij natuurlijk een groot stuk Duitsland, namelijk heel Silesië, in Poolse handen is geraakt. Dus zo zat het ongeveer. Maar nogmaals, de Sovjet-Unie had een deal met Hitler gesloten. In de hoop dat ze, hoewel ze wel begrepen dat ze wellicht ooit zelf ook aan de beurt zouden komen, hoopten ze dat zo lang mogelijk uit te stellen. Dan Jelge, die wil zijn steun uitspreken voor jou naar aanleiding van je optreden bij Op1. Maarten wordt vaak ten onrechte beschuldigd van te lang aan het woord zijn en anderen in de reden te vallen, maar hier had hij juist engelengeduld bij het aanhoren van het oeverloze gezwam van Andrew Tate. Tot overmaat van ramp bleef er ook nog eens veel te weinig tijd over voor het onderwerp waarvoor Maarten was uitgenodigd, namelijk geschiedenisonderwijs. Ja. Hopelijk nemen de programmamakers Maartens bijdrage volgende keer wel serieus, mocht Maarten nog wel zin hebben om daarbij aan te schrijven. Ja, dat wordt inderdaad twijfelachtig. Nogmaals, op basis van waterdichte overeenkomsten, maar of men bereid zal zijn die te sluiten, dat is zeer de vraag. Nou, meestal strijk je wel over je hart, toch, als er weer een goed onderwerp is. Ja, maar ik wil nu toch wel iets meer zekerheden dan mij deze laatste 2 keren geboden zijn. Oké, even kijken, wat hebben we dan hier? Goedemorgen, enige tijd geleden spraken jullie over de auto op lucht. Volgens Maarten was dit luchtfietserij. Toch heb ik in 2002 in Nice een proefrit mogen maken in een auto op lucht, uitgevonden door een bepaalde meneer op basis van de Formule 1 perslucht, starttechniek. En heeft hij een linkje bijgezet. Ja, perslucht, prima. Hoe denkt die meneer dat die lucht bij elkaar geperst is? Er een sneeuwbal ervan te maken of zo. Perslucht, daar heb je energie voor nodig om perslucht te maken. En dat is de hele mop van perslucht, dat je eerst energie gebruikt om die lucht enorm sterk samen te persen. Nou ja, dan kun je een kraantje openzetten en dan ontsnapt die lucht en dan kun je daar van allerlei lolligheden mee doen, bijvoorbeeld de motor starten. Ja. In het geval van de Formule 1. Ja, dan zie je ook dat ze daar zo'n losse startmotor hebben die ze er dan naartoe rijden. Dan drukken ze op een knop en dan gaat dat ding aan. Ja. En dus doen we de volgende keer nog eventjes het atoombomverhaal afmaken. Ja, wat moet even dan vooral die absurde wapenwetloop. Laten we hopen dat die meneer weer luistert, die ook... Hoe heet het? Het mompelen in de Audi. Ja, ja. Mag ik u uitnodigen nog weer zo'n leuk commentaar te maken? Want we hebben er wel om gelachen. Ja, Ed. Ik weet dat Ed, volgens mij heeft hij eerder al eens een bericht gestuurd. Oh, zie je wel, hij is verslaafd geraakt. Ja, kijk, Ed is een heel typisch psychisch probleem natuurlijk. Ed is verslaafd aan zijn eigen woede. Is dat niet lollig? Dat zou kunnen. Hij zei toen ook al van, ik ga niet meer luisteren. Ik ben er klaar mee. En hij is toch blijven luisteren. Ja, daar heb je dat, zei ik het niet. Ja. Je kunt verslaafd raken aan je eigen ergernis. Ja. Mensen vinden het vaak heerlijk om zich te ergeren. Hè? Kijk of het er nu wel afhaakt. Of dat hij toch blijft luisteren. Nou, dat zien we van Ed, alsjeblieft Ed, blijf luisteren. En ook graag elke week een commentaartje. Pas op, nu gaat hij iedere week berichten sturen. Ja, maar jij kan ook eens inspreken. Dan hoeft hij het niet te typen. Dan kunnen we het gewoon laten afdraaien. Nee, ik heb liefst...
dat het op papier staat. Ja, oké. Okay. Misschien dat we uiteindelijk ook een jubileumbundeltje kunnen maken van Ed's reacties. Dat lijkt me leuk, ja. Hey, en dat doen we ook nog, even Tesla moeten we nog doen, hè? Tesla moeten we ook nog doen, ja. Maar ik dacht, dit is een leuk onderwerp, omdat die bom eigenlijk een beetje terug is op het wereldtoneel, om het zo maar te zeggen. Zeker, hartstikke leuk. Ik moet dan zaterdag naar Helmond. Mijn theater. Dat begint weer, begint weer. Ja, ja, heel goed. Dus ik ben vrijdag in Diemen. En ik ben zaterdag in Helmond. Maar dat is nogal een rit, Helmond. Ja, dat is bijna. Dat is Eindhoven dan naar links. En ik, ja. Ja, dat is zo'n. Waar is Helmond? Eindhoven, dat naar links. Ja. Lucas Gassel is daar een bekende kunstschilder die niemand kent. Zijn in de Schouwburg daar? Ik ben daar wel eens geweest, in Helmond. Dat is de Automotive Campus ligt daar ook, hè? Met Lightyear. Die zitten daar. Ik moet even denken hoe het heet. Dat zou ik moeten weten, want ik heb het even opgezocht om te kijken hoe ver het is en zo. Hoe laat je aanwezig moet zijn en hoeveel kaartjes ze verkocht hebben en zo. Meestal kun je dat wel zien op de website. Ik weet niet meer hoe het theater heet. De meeste steden hebben vaak ook wel twee theaters, maar Nederland heeft volgens mij een unieke theaterrijkdom. Echt ongelooflijk. Nou, ik mail je wel eventjes, kijk wel even of het past. Ik zal even kijken hoe laat ik... Ja, precies. Want vooral omdat jij dan dus wat later bent. Ik moet er even, naar kijken. Nee, Ed, alsjeblieft, Ed, blijf luisteren en ook graag elke week een commentaartje. Kijk, de Volkskrant is een kutkrant. Er staat een nieuw luisterboek voor je klaar. Amerika na de Koude Oorlog. En net is Margaret Thatcher bij Bush op bezoek en kennelijk hebben ze het erover gehad. En dan zegt Margaret Thatcher in het openbaar: "Don't go wobbly on me, George." De live podcast luister je nu terug als luisterboek via het linkje in de beschrijving. Ik ben nu 79. Denkt u dat ik het vertrek van Rutte nog ga meemaken? De veelbelovende techbeurs CES in de Verenigde Staten, die zit erop. Nederlandse ondernemers zitten weer in het vliegtuig onderweg naar huis. En ik ben benieuwd hoe zij terugkijken op die beurs. Dat en meer hoor je in de podcast C-Level via de link in de show notes.